In het kader van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid start ATV met een Srevidentie-serie. Vandaag gaat het over de viering van Srevidentie in het district Marowene. De viering van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid wordt dit jaar sober gevierd in het district Marowene, zegt DC Clyde Hunswijk van Marowene Noordoost. In verband met COVID-19 kan de Srevidentie-viering dit jaar niet groots plaatsvinden zoals het vorig jaar te Mungo is gevierd, benadrukt de burgervader. In feite wilde ik het rustig aan doen, want ik heb altijd een motto. Ik heb ook het aan mijn werknemers voorgehouden dat waar er wordt gewerkt, wordt er niet gefeest. Dat is mijn motto, maar mijn werknemers hebben me aangegeven dat DC, wij willen toch wat doen. Oké, daar. Dan gaan we een etentje houden. Daar kunnen we het rustig aan doen. Dus ik denk dat we eigenlijk heel rustig die dag zal voorbij laten gaan. Niet te druk. Okay. Dus als ik je dan goed begrijp, als de presidentiële commissie naar een ander district gaat en die wordt uitgenodigd, dan gaat u uw mensen achterlaten. Ja, dus als ik het goed heb. Krijg ik een uitnodiging, maar ik denk van wel, ik zal het wel bezoeken, maar mijn werknemers zal ik wel achterlaten om hun ding te doen. Dit wordt de eerste Srevidentie-viering van de regering Santokki Brunswijk. De viering wordt gehouden op het onafhankelijkheidsplein met verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland. De burgervader van Marowene had ook zijn Srevidentie-boodschap klaar. Onze boodschap is dat wij eigenlijk meer discipline aan de dag moeten leggen. Vooruitdenken, minder achteruit, verdragen, ja, vooral. En spaarzaam, laat de jeugd meer focussen op hun studie. Positief blijven, minder aan drugs en minder stoer doen. En voor Albina wil ik zeggen. Laat die jeugdigen daar eigenlijk meer gaan focussen op hun studie. Meer verdraagzaamheid onderling. Want de jeugd van tegenwoordig zijn meer, ze zijn driftig. En dat wil ik zeggen om het achterwege te kunnen laten. Dat is meer mijn boodschap voor de Srevidentie. Districtscommissaris Clyde Hunswijk van Marowene Noordoost. In verband met COVID-19 wordt 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid sober gevierd in zijn district.